escort van Erika Terpstra is gearriveerd. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hallo, Dalai. Lama. Oh nee, hij lijkt erop. Nee, zo. Lama. Okay. Travestie Bert. Het liedje. Mogen we dat al zeggen? Of zal ik het zeggen? Zeg jij dat maar. Ik ga kijken of ze er al klaar staan. Het is een heel bijzonder lied. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar het blijkt dat het lied in 1998 bij de nationale voorronde op de tweede plaats is geëindigd na het Cecilia Rombly die won met Hemel en Aarde. Het is een lied van Noor Laila Karim. Het heet Alsof je bij me bent. En het wordt gezongen, u kunt het al lezen, door de vertegenwoordiger van het Travestiebed. Miss Baksel! Je naast me staan, je ogen stralen zoals altijd, en je kijkt me aan. Even geniet ik van je evenwicht, voel ik wat wetelijkheid. Voor altijd. Mijn hoofd probeert je te vergeten, maar mijn hart wil je niet kwijt. Alsof je bij me bent, alsof je nooit bent met me geweest. Leef ik nog steeds met jou. Er zijn nog zoveel meer dingen die bewijs dat je bij me bent. Ik kijk nog altijd naar de deur, alsof je elk moment kunt binnenlopen. Ik heb de avond, elke avond op mijn schreef. Ik kan niet leven met de waarheid, dus lees ik hier maar omheen. Te doen. Jij hebt de spits op bewonderenswaardige wijze afgebeten. Ik ben heel benieuwd, Miss Baksel, waarom de keuze voor dit nummer? Ik vond het al zo'n prachtig liedje en het was ook zo gevoelig ook. En ja, daar heb ik het eigenlijk gedaan. Ik dacht de mensen aan het huilen te krijgen. Ik hoor iemand huilen. Ja, ik moet wel één ding aan het huilen gekregen. Zijn tranen van wel leuk hoor. Ik hoorde in ieder geval een mooie snik in jouw stem. Ik kan me voorstellen dat u als publiek nog niet nog wat moeite heeft met de punten, of misschien ook helemaal niet, want u wilt het vergelijken. Maar misschien kan ik alvast de vakjury om een eerste commentaar vers van de lever te vragen. Ja, dank u wel, Coco. Ja, ik vond het nu al ontzettend indrukwekkende start eigenlijk. En
de modulatie, zeg maar, ja, dat is toch wel het mooiste ding in een songfestivallied, hè? Ja. Modulatie is toch wel echt het mooiste ding in een songfestival. Dat heb je ontzettend goed doorstaan, hè? Compliment, hoor! Nou, Miss Baksel, ik moet ook even zeggen, ik kan me nog zo goed herinneren dat je terugviel op Playback en het omkopen van de jury. Maar dat is jaren achter je en dat heb je echt niet nodig. Je vaart op je eigen kracht. Ik vind het, nou ja, geen woorden voor. Geweldig. Paren op eigen kracht. Ik vind het een heel mooi motto. En dank je wel. Ze kwam uit voor het land. Travestiebits. Dank je wel. Miss Baksel. Miss Baksel.